De VVD is boos over een folder van de Groninger Kredietbank. Hierin staat namelijk dat mensen een lening kunnen afsluiten bij de GKB voor leuke aankopen. Volgens raadslid Joost van Keulen is die folder alleen maar verspreid in de Korrewegwijk en de Hoogte. En dit zijn uitgerekend twee wijken waar veel mensen wonen met een laag inkomen. Volgens van Keulen krijgt die groep bij het afsluiten van een lening alleen maar grotere financiële problemen. Onethisch, vindt de VVD. Ik vind het kaartje dat is verspreid een totaal verkeerd signaal, eerlijk gezegd. Er wordt gewoon opgeroepen om geld te lenen voor leuke aankopen. En ik denk niet dat verstandig is. Als je iets leuks wil kopen, dan moet je daarvoor sparen. En als je er niet voor kunt sparen, ja, dan lukt dat niet. En je moet er zeker geen geld voor gaan lenen. Dus voor deze mensen die het financieel toch al moeilijk hebben, een heel slecht signaal. Van Keulen vindt het dan ook onbegrijpelijk dat in die folder gestimuleerd wordt een lening af te sluiten voor leuke aankopen. Nou ja, ik heb het in de schriftelijke vragen die ik heb gesteld, heb ik iPads, Blu-ray spelers, vakanties genoemd. Maar ik vind eigenlijk alle niet noodzakelijke aankopen, dus dingen die je niet echt nodig hebt, zou je kunnen vatten onder leuke aankopen. Maar dat is toch moeilijk te zeggen, dat zo'n computer zou bijvoorbeeld ook een leuke aankoop zijn, en terwijl die in deze tijd wel heel erg nodig is. Dat klopt, dat is heel subjectief allemaal, maar een vakantie... Of een iPad, ja, tenzij je hem nodig hebt voor je werk of zo. Nou, goed, nogmaals, dat is heel lastig, dat weet ik ook wel. Maar mensen oproepen om geld te lenen voor leuke aankopen, nee, is fout, kan niet. De ene zin, want het gaat eigenlijk maar om één zin. Die ene zin is gewoon niet handig. De bedoeling is goed, want ook mensen die niet zoveel geld hebben... zijn natuurlijk best wel eens geneigd om iets te kopen wat leuk is. Daar is op zich ook niet verschrikkelijk veel mis mee. Maar wat is leuk? Leuk is niet dat jij hele dure iPods aanschaft bij een bepaalde zaak in deze stad en daar onverantwoord hoge leningen voor moet afsluiten. Leuk kan ook zijn dat jouw stoelen misschien kapot zijn en dat je een nieuw meubilair moet kopen. Is dat dan leuk? Of is dat nuttig? Is dat noodzakelijk? De naam leuk is gewoon niet handig gekozen. En dat had anders gemoeten. Wat mij betreft had het anders gemoeten, ja. De VVD heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college.